Hakuna Matata, alleen ik plunder of niet? Hakuna Matata, het is maar hoe het ziet. Je hebt geen zorgen in Assassin's Creed. Dames en heren, hartelijk welkom in deze nieuwe aflevering, aflevering 12 van Assassin's Creed. En we gaan op jacht naar boten om te stelen en metaal te plunderen. Tot aan het intro. Okay, people, let's go to work. En de kijker is de zeg maar de... Oh, dit is het sterkst wat er is, de kijker. Een schoenen niveau 8, jongens. Oké, die gaan we zeker plunderen. Niveau 8. Die moet een hoop metaal bij zich hebben, jongens. En op zee ben je gewoon heel erg een piraat. In Assassin's Creed wel. En ze zingen ook allemaal liedjes. Oké. Ik zie daar... Oh, wauw. Een schoenen, die moeten we hebben, jongens. Hoeveel metaal had die? Oh, die heeft niet zoveel metaal, zie ik. Nee. Oh, die... Nee! Golfje! Even kijken, we moeten echt metaal vinden. Dus we moeten echt... Ja, gaan kijken in de verre, kijken op zee. En bij elk schip wat we tegenkomen, moeten we kijken. Die heeft textiel. Ah. Er wordt al gelijk op geschoten, mensen. Ik heb het nog niet uitgevonden of ze schieten er al op. Prachtig. Oh jee, daar komt nog een schip, jongens. Wacht even, oh. Er komt een schip op af. En die heeft wel wat textiel. Laat hem gewoon plunderen. Oké. We gaan op het schip af. Oh jee. En we vernietigen al wat zooi. Holy crap. Holy crap. Ze zien ons. En ze zijn niet blij met ons. En vuur. 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 Fire. Oh jee. Jongens, daar gaan we hoor. Oh, dat schip gaat niet kapot. Waarom gaat het zo rot kapot? Hoor je muziek? Fantastisch. Weet je, die Jack Sparrow muziek, weet je al? Oké, de voorste kanonnen. Jongens, voorste kanonnen. Hij probeert te ontvluchten, dat schip. Kom op. Oh shit, ze keren nu naar de zijkant. Dat is niet goed. Ze keren de voorkant naar ons toe. Holy crap. Hoppakee. Dit is echt een heel zwaar schip. Of een heel... Wauw, dit is echt een sterk schip, jongens. Damn. Gaat hij dan, vlucht hij naar weg, jongens? Dat moeten we niet hebben. Kom snel erop af. Holy crap. Oké, dat schip is dus duidelijk sterker dan ons. Welk level was het eigenlijk voor level 7? Holy crap. Oké, level 7, dat is, wist ik niet. Ben ik kapot? Oké. Volgens mij is die in de fik, of niet? Nee? Ze vluchten weg, vluchten ze serieus weg? Nee toch, nee, dat doen ze niet. Oké, we gaan aan boord. Oké. Holy shit, wat gebeurt er? Holy crap. Nee. Ik wil niet annuleren. Oké, we gaan die gast allemaal doden, ja? Oh, wat fantastisch. Kijk nou. Dit vind ik vet. Oké, ik hoop dat we nu aan boord kunnen gaan. Oh, wat stom van me zeg. Hoe kom ik nou weer aan boord? Oké, kan ik klimmen? Ja, ik kan klimmen, jongens. Oh, nee, niet. Kapot hout niet. Kapot hout niet. Oké, ik probeer op het schip te komen. Komt-ie. Kom, klimmen. En... Shaka! De volgende.
Kom op. Zo, die is dood. En de derde, de vierde. Zo. En de vijfde staat hier. Zo, huppakee. Zo, de volgende. Dat is deze. Hallo meneer. En nu leeft hij meer. En nu niet meer. En nu niet meer. Oh, nu ga ik dood. Oh, we zijn sterk. We zijn sterk. We zijn sterk. Holy crap. Oh, ze zijn echt sterk, joh. Kom op, kom op. Wat moet ik doen? Tegenaanval. Kan ik iets... Inventaris. Even wat iets eten, jongens. Kan ik iets eten? Jachtspullen opdracht. Nee, dat lukt niet. Ja, ik moet wel wat eten. Oh shit, ik ga dood. Ze geven ons over. Mooi zo. Ik was bijna dood. Damn, dat was echt pittig even, joh. Oké, we zijn verder. Geen. Shit. Nou, we hebben geen metaal gevonden, jongens. Dat is een beetje minder, dit. Ik vind het wel vet gedaan, hoor. Maar hebben we metaal? Nee, nog steeds geen metaal geplunderd. Oké, dat is jammer. Dat is zonde. We moeten echt metaal gaan zoeken. Dus we moeten echt een boot gaan vinden die metaal heeft. Oh, nou, we hebben eindelijk genoeg. We hebben genoeg. Kijk, dat scheelt. We hebben genoeg. Hé, dat heeft echt serieus een uur, bijna een uur gekost, denk ik. Gok, wild gokje. Nou, we hebben genoeg. Je gezocht niveau is gestegen. Je wordt nu gezocht. Er komen jagers achter je aan. Nou, daar ben ik helemaal niet blij mee, zeg maar. Oké, we keren snel terug. We worden gezocht. Praat met de lokale officier. Laten we daar maar gelijk naartoe gaan. En ik ga niet eens meer vechten. Ik ga gewoon geen één keer. Bam. Oké, gelukkig is het nog maar 600 meter. We zijn er zo. Hé, jongens, we hebben het gehaald. Eindelijk. Yes. Dat duurt echt lang, hoor. Ik was serieus zeker meer dan half uur bezig. En rage. Ja, want weet je wat het is? Het fout aan dit is een nieuwe toevoeging in Assassin's Creed. Is leuk. Maar wat nou het probleem is dat mijn piratenvriendjes op het schip, die schieten op alles wat ze tegenkomen. Alle schepen. Dus wat krijg je als je een schip niet, zeg maar, een schip niet wil plunderen omdat hij geen metaal bevat, komt het toch op je af en ja, moet je toch vernietigen. Kijk, zoals nu ook weer. Er komt nu wat op me af. En ja, dat gaat nu hoop ik weg. Oké, mooi. Het gaat weg. Nee, nog steeds niet. Zie je, het is te raar hoor, dit. Ik kan gewoon niet aanleggen, omdat er nu weer iets achter me aan zit. Ik vind het stom hoor. Ik vind het echt heel stom. Nou, ik plaats nu een paar van die tonnen. En daar ook weer. Zie je het, jongens? Jullie zien het gewoon voor je neus. Dit slaat helemaal nergens op. Echt heel slecht gedaan. Assassin's Creed, slecht puntje voor je. Ubisoft. Ik kan ook helemaal niks doen nu. Oké, dat schip zinkt. Kan ik nou stoppen? Nee, je kan het stuur niet loslaten tijdens het conflict. Nou, dan gaan we nog even kijken wat er allemaal leeft nog. Daar zit een schip, maar helemaal verder. Zo. En daar nog een schip. Maar die zie ik niet. Nou. Jongens, ik snap hier niks van. Ik snap hier echt helemaal niks van. Wat is nou de bedoeling nu? Wat? Wat moet ik doen? Je kunt het gewoon niet loslaten tijdens een conflict. Wat voor conflict? Wat is er dan voor conflict? Ik zie geen conflict, zeg maar. Aanmeren. Oké, hopelijk gaan we nu. Nog weer een schip, jongens. Jezus, jongens.
Krivla! Fire! Fire! Ready to fire, sir! Avoid her ram at all costs, sir! Nou, wat hebben we gedaan is, ik kan het roer niet meer afnemen. Pauperschip. Wat een pauperschip, jongens. Heeft hij nog metaal, jongens? Ja, die heeft ook nog metaal. Nou, dan kunnen we dat er ook nog wel bij halen. Huppakee, erop af stormen gewoon. Holy crap! Oké, niks meer doen. We hebben nog wat extra metaal. Maakt niet uit. We gaan gewoon nu naar die plek toe en hopelijk niet meer gezeik onderweg. Zoals ik al vertelde. Ik zit er doorheen, jongens. Oh. Schiet ze weer? Jongens, dit is echt absurd. Ik kan gewoon... Ik kom niet eens op mijn missie af. Ik word gewoon weer gedood. Fijn. Nog een keer gaan proberen om aan te leggen op dat stijgertje daar. Gaan we het nog een keer proberen, jongens. Oké, ik ben benieuwd of ik het red. Of dat kleine stukje of ik het red. Ik denk het niet. Zonder dat er wordt geschoten op mij... Van andere schepen of van mijn eigen schip. Gaat het gebeuren, jongens? Ben benieuwd. Aanmeren. Okay, aanmeren, ga maar op. Oké, we gaan eindelijk aanmeren. Hopelijk zonder gevechten omheen. En hopelijk kan ik met de lokale officier praten. Want echt, jongens. Ongelooflijk slecht gedaan. Helemaal erheen. En jump. Zo, opzouten met dat kutschip. Oké, nu gaan we... Laagwater, ik weet het. Dag meneer, ik had een omkopen. Oké. Ga naar de kapiteinshut. Koop boordzijde kanonnen. Ja, jeetje, moeten we dan weer... Dat schip verbeteren? Kijken hoe we hier... Weet je, we komen op dat schip, jongens. Oké, dit kunnen we helemaal beklimmen dus, blijkbaar. Nee, ik hoef niet naar boven. Oké, beneden, kom op. Zo, goed zo. Nee. Oké, lopen. Nou, gaan we weer op dat lelijke rotschip. Ik kan liften, oké. Okay. Nou, is beter, hoef ik helemaal niks zelf meer te doen. En wat hebben we hier allemaal? Een jas, andere uitrusting. Ik weet niet wat we hier moeten doen in vredesnaam. Maar ik zie hier nog een schip. Misschien kunnen we hier het schip upgraden. Schip uitrusten. Dat is het, denk ik. Kopen. Ja. Upgrades. Een boordzijde kanon. Oké. Nou, het kost centen. Oké, tof. We kunnen dit kopen, maar we hebben 150, iets van 150 dingen nodig. Om het helemaal... Maar je kan hem wel helemaal upgraden dat we nog sterker worden. Maar dat komt later wel. Dit zou ik bijvoorbeeld kunnen kopen. Ramkracht, oké. Okay. Jagerkanonnen, dat kunnen we niet halen. Speelt verhaal verder om deze upgrade... Oh, we moeten sowieso verder spelen om die upgrade uit te voeren. Oké, nou dan heeft het geen nut.
gaan we weer naar buiten toe. Verlaten. Ik hoop niet dat we dat moeten uittesten op iets. Wauw, het schip is zo mooi. You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. Ah, but I ain't doing this forever, lads. Only until I get enough coin to buy some land and influence back home. Jesus, will you listen to your tripe? Still dreaming on about that strumpet back in England when you could have any better you wanted here and now. Ah, such lofty goals for you gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. A fine purchase today. What's the crew's mood? All smiles and no teeth. And there's a few talking about meeting with Master Kidd to steal from a nearby plantation. Plantation? It's ambitious. Profitable too, if we can manage it. Aye. It's a good idea. Yes. Plunder een jagerschip, Amula. Oké, we moeten weer moeten we gaan sturen. Oké, die heeft hij meteen weer een schip vermoord. Jongens, ik ga het afsluiten de video. Ik hoop dat je een leuke video vond. En vergeet niet een groen duim te geven voor deze speciale rage video. Tot de volgende keer!